Toby Alderweireld, de voetballer van Antwerpen, die heeft haatberichten gekregen. Maar wat is nu het verschil tussen je mening geven en haatberichten sturen? In België mag je eigenlijk heel veel zeggen en schrijven. Je mag je mening geven en dus mag je ook zeggen dat je iets of iemand niet leuk vindt. Maar er is een grens. Deze berichten die mogen niet. Als iemand je aanvalt omwille van je huidskleur, wie je bent of op wie je verliefd wordt, maar het kan ook gaan om berichten die aanzetten tot haat of geweld. En die berichten, die zijn strafbaar. Je kan er zelfs een straf voor krijgen van de rechtbank. Net zoals de jongen die naar Toby stuurde. Nu stel, je krijgt zelf een haatbericht, dan kan je dit doen. Neem een screenshot van de comment. Rapporteer en blokkeer het account en praat er altijd over met iemand die je vertrouwt. Je kan ook altijd met je mama of papa naar de politie gaan om klachten te dienen. En onthoud ook vooral dit. Wil je iets naar iemand sturen, denk dan altijd na of je dat ook in het echt zou zeggen. Is dat niet zo, doe het dan ook niet op internet. Hoi, de video die heb je al bekeken. Nu nog liken en abonneren. Dikke merci om te kijken. En oh ja, we hebben nog veel meer video's, dus zeker eens checken.